Freek en Hella de Jonge, het volle leven. Zo heet de nieuwe tentoonstelling in het Groningen Museum die zaterdag opent. In de afgelopen 50 jaar heeft het duo verschillende kunstwerken verzameld, beelden en kostuums gemaakt. Deze zijn te zien in deze expositie. Ze lopen zelf als levend onderdeel van de tentoonstelling rond. Daarmee willen zij in verbinding komen met de bezoeker. Deze tentoonstelling is ons aangeboden, gevraagd. En wij hebben deze ruimte omarmd om er een mooi verhaal van te maken. En dat is om kunst en aan de mensen te laten zien en daarmee te praten. Wat laat je precies zien in deze tentoonstelling? Nou, wat we in ons leven verzameld hebben. Hè, in deze ruimte hebben we schilderijen die we in de afgelopen 50 jaar samen aangeschaft hebben en aan de muur hebben gehangen. Boeken, platen waar we naar geluisterd hebben. En dan hebben we beelden van Hella, keramiek, brons die Hella gemaakt heeft. We hebben mozaïeken, die hebben we samen gemaakt. Een mozaïek van 10 bij 2 en 10 mozaïeken van een meter. We hebben ons laten fotograferen door een aantal topfotografen. We hebben een paar installaties gebouwd voor de aardbeving en een optocht. En we hebben nog een soort theaterzaal waar performances plaatsvinden en ontvangst van gasten. In de expositie is er ook aandacht voor de aardbevingen in Groningen. Het duo wil reliquieën verzamelen om dit tot een belevenis te maken. We hebben dus een aardbevingsbelevenis gemaakt om te laten zien wat voel je als je gedupeerd bent en je woont in een huis wat zo gedamaged is en dan gebeurt het, de aardbeving. Dus je krijgt een echte aardbevingsbelevenis. En toen we daar stonden, toen dachten we, ja, we willen de mensen erbij betrekken en ook naar ons toe laten komen om naar die belevenis te kijken door middel van samenwerking. En toen hebben we bedacht van, geef een stukje van wat je kan missen, waar jij gewoon aan hecht, maar wat wij gaan zien als toeschouwer, van wat voel je? Afgelopen weken zijn er ook weer demonstraties geweest en daar is dan een sfeer omheen die zo latent, bijna vijandig is. Je denkt steeds, men is boos, men is ontevreden, men moppert, er gebeurt niks en dat is ook zo. Maar als dan iemand zich inzet, dan is die altijd weer die schrik en die afweer. Nou ja, mensen moeten maar komen kijken. En na deze tentoonstelling, ga je dan ook weer op het podium staan? Ja, er komt een programma, dat heet Tussenpost. En dat is natuurlijk gebaseerd op wat we hier ervaren en geleerd hebben.